slotfase van de zwemmarathon. En wie kan er nu nog bij komen? Het is nog een end. Maar Davis is dus een begenadigd 1500 meter zwemmer. En dat gat wordt groter. Dat gat met Lourdes wordt groter. Van der Weijden, heel even net rechts in beeld, is dus nog wel in de buurt. En moet er nu voorbij gaan komen. Schuift nu op naar plaats 5, plaats 4 zo'n beetje. Oh, kijk, Maarten de derde. Ja, hij schuift op naar de derde plaats van der Weijden. En misschien dat hij wel eens naar de benen van Davis toe zou kunnen zwemmen. Hij heeft in ieder geval de ruimte. Ja. Daarachter een enorm gevecht tussen diverse zwemmers. Maar Van der Weijden is even los uit het gedrang. En schuift nu op naar een tweede plaats. Nog altijd Davis aan de leiding. Maar Van der Weijden komt eraan. Het is nog wel een behoorlijk gat. Maar Van der Weijden kan dus die laatste 1000 meter heel goed afleggen. Ja. Davis kijkt. Komt nog even zo'n klein boeitje tegen. En door. Maar Van der Weijden is niet ver weg. Nee, daar komt hij al, daar komt hij al. Oh, ja. Maarten van der Weijden. We gaan het meemaken. Maar... kijk nou, hij heeft ook het juiste spoor. Die jongens die zitten er helemaal, die zitten helemaal verkeerd. Het is nog niet zo ver. Het is nog lang niet zo ver. Nee, hij heeft ook, Lourdes is een hele gevaarlijke jongen. Die zit nu als derde. Maar wat is dit mooi. Hier lopen atleten mee in spanning. Met in het midden ook Marleen Veldhuis. Die mogelijk de laatste aanmoediging in de richting van Van der Weijden zal schreeuwen. Voor zover haar stem dat nog toelaat. Want je heeft ook al flink wat te verduren gehad. Maar de rest... komt de rest er nog bij? Djatsin is dus al uit de strijd genomen met rood. Daar heeft Van der Weijden geen omkijken naar. En het ziet er heel mooi uit. Ze moeten nog wel iets naar binnen toe komen. De Finestraat ligt dicht tegen de kant aan. Die lijn is door de andere zwemmers al genomen. Ze moeten nog naar binnen toe. En die lijn moet worden gevonden door David Davies. Van der Weijden kijkt even omhoog. Hoe zit het? En Lourdes gaat er nu vandoor. Lourdes probeert naast Davies te komen. En Davies snijdt naar binnen toe om Lourdes daar de pas af te snijden. Van der Weijden nu op de derde positie nog altijd. En langzaam maar zeker komt die Finestraat in zicht. Het gevecht tussen Davies en Lourdes die nu de leiding overneemt van de Brit. En hier is Van der Weijden die zijn eigen plan trekt. Hij zoekt zijn eigen spoor. Heeft geen last. Oh, en nu gaat het misschien gebeuren. Oh, hij ligt Maarten goed. Van der Weijden. Hij ligt goed. Hij ligt fantastisch. Pieter van der Hoogland in extase. En het lijkt te gaan lukken. Van der Weijden met de demarrage. Hij doet het. Kom, Maarten. Van der Weijden. Maarten van der Weijden wordt Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Nog een paar meter. Van der Weijden houdt Davies en Lourdes af. Hier komt de Olympische titel. De eerste voor Maarten van der Weijden. Fantastisch. Pieter. Ja, jongen. Je hebt hem. Je hebt hem. Fantastisch. Dat is de omhelzing van Pieter van der Hogeband. De Jacques Overharen. En een uitmuntende race van Maarten van der Weijden. Die hier Olympisch kampioen wordt op de 10 kilometer marathon. Na een geweldig opgebouwde race. Ja, het verhaal is al verteld, maar mag gerust nog een keer verteld worden hier. Acute leukemie in 2001. Een enorm zwaar herstelproces. En vervolgens hier Olympisch kampioen worden in 2008 op het zwaarste onderdeel. Nu komt Pieter naar het podium gerend om Maarten van der Weijden te omhelzen. Wat een prachtig beeld. Twee Olympisch kampioenen. Van der Hogeband, de man van de sprintafstanden, de 100 meter in Sydney en in Athene. En Van der Weijden, de marathon man van Peking. Hij heeft de poorten van de hel gezien. Die poort stond open, maar hij wist te ontkomen. En hier bereikt hij de poorten van de hemel met een superrace. Een meter of 500 voor het einde krijg je dan de ruimte. Dan weet je dat je snel bent. Weet je dan al dat je gaat winnen? Of? Nee, nog helemaal niet. Want in het begin was David Davies had een gat van drie lengtes.
En ik dacht eerst van, nou ja, die is weg. Het goud is weg en we gaan voor zilver en brons strijden. Alleen toen lag ik op de tweede rij erachter, dus ik lag nog steeds 6 en 7. Ja, als je 6 en 7 ligt, is dat geen ideale plek voor een zilveren medaille. Dus dan ga je naar voren toe. En toen lag ik in leidende positie van het achtervolgende groepje. En dacht, ja, ik kom wel gewoon, zonder dat ik ontzettend hard zwem, kom ik wel gewoon dichterbij. En nou, een stukje aanzetten en Davy ging helemaal naar de andere kant toe. En dat bracht me wel een beetje in verwarring. Maar toch gewoon hem gevolgd. En toen nog steeds dacht ik, nou, hij zwemt behoorlijk door. Dus ja, voor mij hebben we wel een gaatje. Dus ja, dan heb je gewoon zilver en is het gewoon goed. En toen besefte ik me van, ja, hij zwemt helemaal niet zo heel hard. Ik kan nog harder. En ja, ik roep altijd van, ik ben de snelste laatste 100 meter. Ja, what the heck, ik ga ervoor. En toen ging zij toevallig naar de andere kant toe. En toen zag ik de finish liggen en toen moest ik nog 150 meter, 200 meter. Ik dacht, ja, dit is de 200 meter van mijn leven. En ik ga er nu helemaal voor. Geloof je niet, toch? Maarten, ik heb nog één vraag aan je. Want ja, dat komt natuurlijk langs op het moment dat jij goud wint. Jouw hele geschiedenis, alles wat je meegemaakt hebt, de ziekte die je gehad hebt en het herstel, komt dat nu ook boven? Ja, nee, wel een beetje. Het is nog allemaal heel onwerkelijk. Maar ja, het zal wel komen, denk ik, straks. En ja, het is, ik denk wel, het is niet voor mij extra moeilijk geweest dat ik kanker heb gehad en hier nu gewonnen heb. Ik bedoel, iedereen heeft gezien, ik heb geen enkel nadelig effect. En dat is ook wel een mooie boodschap, denk ik. Je kunt kanker overwinnen en dan volledig herstellen en dan ja, nog hele mooie dingen doen. Er gebeurt van alles om je heen. Het is nat druilerig. Je staat net op het podium. Ik denk dat jij er weinig van meekrijgt. Ja, wat ik al zei tegen jou een half uur geleden. Nog steeds zo onwerkelijk. En dan sta je daar en hoor je het volkslied. En geweldig, maar heel onwerkelijk. Begint het wel een beetje door te dringen? Ja, als al die mensen aan je trekken zijn. Van jij moet hierheen komen, daarheen komen. Begint het wel een beetje te komen. Maar nog steeds ontzettend onwerkelijk. Wat is er dat iedereen zo blij voor jou is? Ja, ik weet het niet. Het is wel een beetje het onverwachte ook, denk ik. En ik ben wel van het open water. Dat is sowieso een hele sociale groep. En ik vind het sociaal ook heel leuk in het open water. Dus ja, daar heb ik wel ook gewoon veel maatjes en veel vrienden. Maar ook in de Nederlandse ploeg, Pieter, staat hier naast. Ja, volgens mij is er niemand aan wie het zo gegund is dan hem. Dat zie je ook aan de hele ploeg. Iedereen, we gunnen het allemaal zo uit onze grond van onze hart. Maarten is zo'n geweldige kerel. Maar ook een fantastische sportman, laten we dat niet vergeten. En ik denk wij in Nederland, we hebben zo'n ontzettend grote held hier staan, jongen. Ik ben apetrots, maar alle credits voor hem. Hij is de Olympische kampioen. Ik stap nou weer uit beeld. Mensen, Maarten van der Weijden. Het mooie is wel, 2 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van Dordrecht naar Eindhoven.